wij staan hier, en dat wil zeggen cameraman Frans van Wielen en ik dan Lambert van Inten, wij staan samen hier voor de Wilbertof, eigenlijk aan de zijkant. TV Berg heeft toen de tijd beloofd dat wij opname zouden maken van de verbouwing van de Wilbertof. En daar zijn we dan nu mee bezig om de mensen van de Wilbertof en de mensen van uit Meegen, die er mee zijn verhuisd, om te laten zien hoe het eigenlijk is, de voortgang eigenlijk van de verbouwing. Wij gaan direct naar binnen en dan hebben we nog een gesprek met de uitvoerder van de bouw. En dan zal het een en ander wel duidelijk worden. Ik ben hier bij de projectleider van de verbouwing, noem ik het maar, van de Wilbertof, renovatie of net hoe dat je het wilt noemen. Rob is hier projectleider dus en die kan nog wel het een en ander vertellen hoe dat het eigenlijk, hoe dat verloopt hier, de bouw. Ja, nou, zoals gezegd, ik ben de projectleider. Ik probeer vanuit mijn kantoor de zaken aan te sturen, de ondernemers, de materialen bestellen, overleg met de opdrachtgever. En de mensen hier op de bouw, die moeten het allemaal maken. Wij staan hier in de kamer voor de mensen die van de Wilbertof, die in Meegen en in Bergen. We zitten hier in filmen hier vanuit de kamer van familie Rijers. We maken direct wel een rondje hier verder, hoe dat het allemaal, want het is bekend niet meer herkenbaar. Ik ben hier heel erg goed bekend, maar het valt niet mee om het hier eigenlijk nog te herkennen. Al is er, met de ruimte geschoven. Ik zie al dat ze hier een mooie gietvloer, denk ik dat is. Hè? Ja, het is een kunststofvloer zonder naden. Anti-slip, dat de mensen niet uitschuiven. Met een mooie douchegoot erin. Ja. Dat is het gemak voor de zorg om het schoon te maken. Ja. En verder zijn alle appartementjes even groot gebleven. Alleen alle binnenwandjes hebben we eruit gehaald. En één grote douchecel wordt teruggebouwd met een schuifdeur. Ja, dit was de hal, een klein halletje, eigenlijk nutteloze halletje waar je niks aan had. Dat is nou één ruimte geworden. Ik zie de badkamer die heel erg mooi is en breed ook gebouwd voor de rolstoelers. Wat zie ik nog meer? Door die elektriciteitsdraden komt er nog iets meer voorzieningen ook, iets van internet of iets? Er komt ook internet, maar die draden die we daar zien, die zijn van de zonwering, die gewoon bestaan blijft. Ja, ja. Maar voor de zorg hebben ze een aantal voorzieningen, maar daar weet ik ook niet precies hoe dat in elkaar steekt, want dat doet de elektricien en de firma's die daarbij horen. Ja, ja. En de kozijnen, dat ik zo zie, daar is helemaal niks aan veranderd? Aan de buitenkant van het gebouw is niks veranderd. De kozijnen en zo zijn wel opnieuw geschilderd, maar zijn dezelfde plaats gebleven en dezelfde kozijnen. Ja, ja. En bijvoorbeeld de muren hier in de hal, worden die afgesmeerd of blijft dat zo? Nee, die worden wit gemaakt. Die worden wit getekst. Maar die worden niet afgesmeerd? Nee, die worden wit getekst. De structuur van de stenen blijft zichtbaar, maar het wordt wel allemaal licht. Ja, het wordt wel dan iets vriendelijker van aanzicht. Ja. Mensen in Meegen is het ook, en dat vind ik dan ook wel mooier van aanzicht. Ja, en op bij elk appartementje komt een stukje fotobehang. Ja, ja, ja. Ja, daar weet ik ook het een en ander van. Ja, daar zijn ze aan het uitzoeken, maar elk appartementje komt een foto op de muur staan. Van de omgeving van Bergen bijvoorbeeld, ik heb niks of van gezien, straat. Dus dat weet ik niet. Ja, ja. Dus de gang krijgt eigenlijk een heel ander uiterlijk. Elk appartementje krijgt een andere kleur voordeur. Dus het is ook voor de mensen herkenbaar van, ik woon bij de groene voordeur. Of, en komt er een spion in die deur of komt er niks in die deur? Wat een dichte deur. Ja, ja. Dan is ook heel belangrijk eigenlijk, hoe zit het met de tijd? Loopt alles op schema?
Loopt de achter, loopt de voor? Nee, we lopen mooi op schema. Ah. De verhuizing intern is in volgens mij in week 10 dat de mensen van de vleugel die nu bewoond is, hier komen wonen. Week 10, dat is wel erg snel. Ja, de planning wordt altijd heel scherp gezet in de bouw, dat weet ik wel. En dat loopt nog wel eens uit. Je treft dan ook wel een heel bijzonder met weer, denk ik. Ja, we hebben van het weer weinig, want we zitten alleen maar binnen. We zijn niet afhankelijk van het weer. Nee. Het is voornamelijk de sloopfase hebben we nu achter de rug. En nu is het echt het afwerken. De vloerbedekking, de wanden, het tegelwerk zit er al in. Het kijkt nu nog heel erg boos als je op de gang kijkt, maar... Dat verandert heel snel, dat verandert dagelijks nu. Ik moet zeggen, wij zijn ook eigenlijk van de bouw afkomstig, de cameraman en ik. En ik moet zeggen dat het hier wel erg netjes eruit ziet, wel zeggen. Ja, dankjewel. We hebben nog meer te vragen. We gaan direct een rondje maken hier, want hier tegenover wordt de huiskamer. En Frans kan er wel vangen met zijn camera. Dat is even kijken van wie zijn kamer dat er eigenlijk was hierboven. Ik dacht van mevrouw Meges, volgens mij wel. Daar lopen we nou even naartoe. Zet hem aan, Frans. We zijn, om even een beeld te geven waar we nu zijn. We zijn nu in de kamer van Mien Verschaik, die in Meges zit. Mien, ik weet niet of je dezelfde kamer krijgt, maar het is wel vol... ruimer geworden als gevoeld. Het is natuurlijk niet groter geworden, maar wel, voor het gevoel is het wel ruimer geworden. Met breder kazijnen erin en het ziet er toch wel aardig uit. Het kijkt wel een beetje, dat gezegd van nieuw, dat gaat nog zo heel lang duren. Maar dat valt allemaal zat mee, er moet een beetje doorheen kijken, zeggen we altijd maar. En dan loopt de cameraman naar de kamer van Mien van de Wielen. De Mien van de Wielen gewoond. Dus de mensen van jullie is het ook allemaal herkenbaar. Kijk, de indeling van de kamers is, daar kunnen ze natuurlijk niet, ze hebben een bepaalde ruimte. Hè. Ze kunnen alleen de badkamer en de hal is eigenlijk de winst. Dat de hal is vervangen is eigenlijk de winst van de kamer. Ja, dit is de kamer van Nel van Lieshout. Jullie ook wel bekend. We filmen even hier in de... Hier komt het keukentje staan. En er komt een kledingkast. De projectleider is weg. Komt er ook een koelkast bij? Nee, er komt geen koelkast bij. Tenminste, geen vaste koelkast. We krijgen een keukentje en een kast. Een kledingkast, hang- en leggedeelte. Ja. Ja, hier zijn we bij de onderverdieping. De huiskamer onder. Het enige verschil waar hier eigenlijk is dat er een paar deuren in zijn. Er zijn dubbele deuren en een enkele deur naar buiten. En dit is eigenlijk het kantoortje, meteen bij de ingang. Het kantoortje en de spreekruimte die hier was. Dus, en ook weer hetzelfde. Het is hier ook weer in het midden een keukentje en twee hele ruime kamers. Er zijn... Ik vind tenminste dat hier veel mogelijkheden zijn, direct met de inrichting. Het ziet er allemaal wel netjes uit. De projectleider die zegt, onder is het nog, dan zie ik er nog meer uit. Maar ik vind alles toch nog wel redelijk, allemaal netjes opgeruimd. Hier zijn we dan in de kamer, de tweede kamer, de tweede huiskamer. En allemaal heel erg mooi uitzicht. Op de achtergrond de Rabobank. Dus ik zie het wel zitten voor de mensen straks die hier weer terugkomen naar Berchem. Dit was waar ik hier nu ben. Dat was de gastenkamer. Voorheen. Die is ook heel erg ruim geworden. Ze hebben er volgens mij twee bij elkaar genomen, want hier zit een hele grote badkamer in. Dus ze zijn, loop er maar eens doorheen Frans, ik denk dat hier aan de andere kant dat er ook zelf de kamer, dat er een bed kan komen staan. Ja, dat klopt. Dus ze hebben hier twee gastenkamers, denk ik, als ik dat zo bekijk, en dan hier in een mooie nieuwe badkamer. Een heel erg ruime badkamer.
Ja, we staan nu hier in de hal eigenlijk, binnenkomst vanaf de achterkant. Dit is de onderverdieping en de trap, het is hier afgetimmerd natuurlijk. Van de werkzaamheden, die is want er is nog wel herrie gegeven hier natuurlijk, met de slopen en alles bij elkaar. Hier was voorheen de badkamer en dan vullen we nu eigenlijk richting de hal. Hier rechts is dan eigenlijk de trap. Die is dan allemaal netjes afgetimmerd. Dus ja. Cameraman maakt de deur, wil hij openmaken, maar zit hij al op slot. En dit is eigenlijk het kantoortje. Oh, Frans. Dit is het kleine kantoortje. Je ziet er op de achtergrond de brievenbussen. Dit is het, ja, daar hebben ze een muur ingezet, een tussenmuur. Frans hier, ja. Je hebt een tussenmuur ingezet van Poruzo. Hier zijn we in het halletje eigenlijk waar links de keuken is. Hier naar achter, rechtdoor, dan lopen we naar buiten. En dit was volgens mij de gang naar de ruimte waar ze zaten te eten, hier het personeel. En een zicht op de keuken waar nog niks is gebeurd. Hier lopen we naar buiten. Achterkant. Nou, dit is ook allemaal nieuw voor mij. Hier zie ik ook eigenlijk nog niks. Ook badkamers. En hier weet ik niet, daar moeten we denk ik even. De uitvoerder voor hebben direct uit te leggen wat dit voor een kamer is. Hier zitten we dan al. Ja, nou zie ik het. Dit was de ruimte waar ze de brood zaten te eten. En als je dan doorloopt, Frans, dan hier doorloopt, dan komen we in de garages uit. Daar hebben ze ook de muur eruit geslagen, zie ik. Die twee garages, hè. Dat klopt. Dit wordt een kantoorruimte waar de garagedeuren zitten. Er komen kozijnen met glas in. En dan hebben ze hier dadelijk een kantoorruimte. Hiernaast is ook een kantoorruimte. Oh, dan moeten we even kijken, want daar kon ik niet goed. Dit is volgens mij wat al personeel zat te eten. Ja, dit was het personeelsruimte. Dat wordt nu een kantoorruimte. Ja. En hiernaast komt een familiekamer. Ah. Dit wordt meer een ontvangst voor de familie. Dit wordt de familiekamer. Wat ze er precies mee doen, weet ik niet. Maar dit wordt de familiekamer met een keukentje. Ja. In ieder geval van wat er iets is, dan kan de familie opgevangen worden, bijvoorbeeld. Ja. Ik zie allemaal ook nieuwe lucht van de luchtbeheersing die hier. De hele installatie wordt vernieuwd. Voor de lucht en de elektra. Ah. Wordt allemaal nieuw. Ja. De bouw is nog niet zo bijzonder oud, want die is eigenlijk pas een goede 30 jaar is die pas. Dus eigenlijk maar rijkelijk vroeg. Valt dat mee, denk je? Nou, het is zo, het gebouw is in principe gewoon blijven staan. Alle wanden zijn blijven staan. Er zijn er een paar weggehaald waar de ruimtes wat groter moeten worden. Maar verder is het karkas gewoon blijven staan en wordt de inrichting en de dingen naar de huidige tijd gebracht. Ja, dat is een opzet van de bouw. Het achterliep eigenlijk met de tijd. Ja, allemaal nieuwe kozijnen zie ik erin. Waar zijn de verruimtes die hiernaast zijn? Zijn er ook de kleedruimtes voor het personeel, om zich om te kleden. Ja. En de eetruimte voor het personeel, waar komt die? Weet ik niet. Geen idee. Wordt niet aan gedacht. Misschien wel aan gedacht, maar ik heb geen idee waar die of die een aparte personeelsruimte krijgen, weet ik niet. In deze fase zit daar geen ruimte voor benoemd op de tekening. Dat weet ik niet. De hele tekening niet? Deze fase. Die andere, daar weet ik niet precies welke ruimtes wat waar is. Maar. Ja, dat zou best kunnen. Ik weet niet, ik heb de tekening ook zo oppervlakkig gezien. Maar dat zou kunnen dat het nog in het andere gedeelte komt, Drek.
Ja, ik denk dat we nou hopen dat we nog een keer terug mogen komen als het om en om klaar is, zal ik maar zeggen. Dat is mooi. En dat we de mensen dan in Berchem en in, natuurlijk ook in Meegen, dat we ze kunnen informeren hoe dat de bouw vordert eigenlijk voor jullie. In ieder geval bedankt voor het gesprek. Geen probleem, je moet altijd terugkomen. Dankjewel. Oké.